Dus die camera gaat meteen weg. Ik ben bewust van mijn wandeling. Good morning. Ik vind het opstaan nu al niet meer leuk. Hier wel het bewijs. Maar Hell Week draait ook om alles positief benaderen. Dus dat gaan we ook doen. Ik ga gelijk beginnen met mijn oefeningen en dan een uurtje yoga. Yes. Het is inmiddels een uur of 6. Ik heb mijn voorbereiding gedaan en het hoofdstuk gelezen. En vandaag draait het om modus en focus. Wij mensen kabbelen vaak maar wat voort en we gaan van de ene vergadering in de andere. Zonder dat we onze gevoelens echt sturen. Bij modus gaat het erom dat je moet variëren. Dus dat je bij de ene vergadering kun je misschien prima gewoon rustig zitten. En bij de ander moet je heel positief en opgewekt zijn. Daar moet je bewust van worden. En focus heeft heel erg met plannen te maken, maar ook met dankbaarheid. Zorg voor een goede planning en focus je de hele tijd op één ding. Een beetje net alsof je nog maar 1 uur hebt om te leren voor een heel belangrijk examen. Die focus. Oké, ik dacht aan het leuk even mijn yoga op te nemen. Maar als er iets niet past bij deze dag, modus en focus, dan is het wel filmen terwijl je yoga doet. Dat werkt echt totaal niet. Not good. 35 minuten verder, yoga gedaan en ik ben echt opgefokt. Yoga wilde echt compleet niet. Ik heb dit nog nooit gehad. Ik denk dat ik maar even wat ga eten en dan hardlopen of zo. Kijken of ik het zo wegkrijg. Niets loopt vandaag zoals we verwacht hadden. Ik zou gewoon de hele dag lekker thuis werken. Maar in plaats daarvan zitten we nu in de auto naar Brussel. Roadtrip! We hebben namelijk net gehoord dat we een afspraak konden maken bij de ambassade voor ons visum voor New York. En aangezien er nogal wat haast bij zit, zijn we meteen in de auto gesprongen. Ik heb mijn vriend natuurlijk mee en mijn man. We zijn inmiddels in Brussel. Het is 9:30 en we moeten nog avond eten. Dus ik ga nooit redden om 10 uur in bed te gaan. Dus dat wordt een kort nachtje. Jij nog iets toe te voegen? Helemaal weer. Hey, alcohol nog gewoon, toch? Deze is met kokos en ananas, dus vet gezond. Het is echt een bizar drukke dag geweest. En mijn schema is helemaal overhoop. Maar inmiddels is het 10 uur. En dus moet ik slapen. Regels zijn regels. Ja, daarvan net was natuurlijk gekkigheid. Het is nu 11 uur en ik mag eindelijk echt slapen. Sorry meneer Hellweek dat ik je teleurstel. Slaap lekker.